George. Get set for a mind-blowing afternoon. Hey, yo, welkom bij RXP. We hebben een nieuw guy. Komt-ie. Yo, ik ben Daniel. Ik doe hier 2 of 3 maanden stage bij RealX. En ik speel gitaar. Ik ben 15. En ik doe nu RealX TV met Mitchell. How awesome is that? Zeker, man. Welkom. Oh my god. Vind je het leuk? Ja, man. Ja, dat zeg je net. Zeker. Oké, yo. Even anders. Even een filmpje van Marieke. Komt-ie. Ik ben Marieke Bodewijk, stagiaire bij Stichting UX. Ik loop hier nu al meer dan een half jaar stage. Ik heb hartstikke naar mijn zin. Wat ik vooral leuk vind hier is de skateboardlessen om jongeren te begeleiden. En dan vooral jongeren met een beperking in het autistisch spectrum. Ik hou me ook vooral bezig met girlsessies. Er worden hier regelmatig girlsessies gehouden. Waar meiden hier gratis kunnen komen skaten. Zo leren de meiden elkaar ook een beetje kennen en is het niet alleen maar jongens. Ik vind het hartstikke leuk om hiermee bezig te zijn en ik zou graag nog basis willen zijn met evenementen organiseren en dan vooral voor meiden. Ik ga nu even lekker een stukje rijden, dus veel plezier met kijken. Waar is Mitchell? Mitchell! Mitchell! Waar is Mitchell? Waar is Mitchell? No! Mitchell! Dat is een gast. Ze zit hier in de kast, Mitchell. Waarom zit ze in de kast? Mitchell! Doen, man. Trimmen? Ja. Ik moet filmen, man. Is waar, man. Sorry. Shit, man. Ja, ja. Het is niet zo moeilijk. Sorry, man. Cool. Yo. Wij zijn Mitchell Timo. En Timo. En wij geven voor onze school, lopen wij hier stage en geven wij hier drumles elke donderdag. Verzorgen. Deze oefenruimtes kan je trouwens ook huren om te oefenen met je pentje. Wij maken die gewoon een beetje schoon, netjes houden. Zorg dat alle apparatuur het nog doet. Exactly. Hoe het hoort dus. Nou, sinds kort zijn we hier ook bezig om een studio in elkaar te zetten. Ja, als band kan je hier dus sinds kort ook komen opnemen. Dan zou je er even naar moeten vragen bij de bar, bij de ingang van RealX. Yo! We staan nu in de box, dat is een geluidsdichte ruimte. Vanuit hier kunnen de muzikanten spelen en dan
gaat het via de microfoons daar naar de computer waar we net zaten, zodat we het allemaal kunnen opnemen zonder dat je de bijgeluiden bij hoort. Dus een hele mooie ruimte waar je ook nog eens in kan oefenen. Dit is ook de tweede oefenruimte. Dat was een filmpje over mijn stage. En van Timo trouwens. Dus ik hoop dat je erover genoten hebt. Overgenoten en genoten hebt natuurlijk. Dat zei ik helemaal verkeerd. Maar maakt helemaal niet uit. Geiten. Boeren! Boeren. Komt je, de poelboer is weer terug natuurlijk. Check poelboer. Dit filmpje. Poelboer. Ik ben de boer. Groot. I might get around to painting the town, but I never did like to paint. Cause I'm 3 times 7, and I do as a doggone queen. No pretty thing this side of heaven gonna get me on my knees. Yes, I'm 3 times 7, that makes 21. I just won't tame, I'm gonna be the same till I'm 3 times 21. Ja, dat was op Poelboer 2.0. Ik hoop dat je het leuk vond. Wordt vervolgd en ik ga weer geiten melken. Nou, mijn tijd zit erop. Ik heb niks meer te zeggen. Allemaal jouw beurt, jongen. Nou, in deze Rux hebben we alles gezien. We hebben skatende chicks, we hebben skatende boeren, we hebben drummende kabouters, we hebben een geit. En allemaal vette dingen gewoon. Lampolie. We hebben geen lampolie gezien, man. Dat is wel een vet woord trouwens. Dat is wel mooi woord. Ja. Lampolie. Lampolie. Maakt niet uit. Tot volgende RioXV. Tot volgende RioXV. Yo. Yo.